Ondanks de vele waarschuwingen en dagelijkse adviezen om u te houden aan de maatregelen, blijkt toch dat de politie elke dag geconfronteerd raakt met lockdown-overtreders en mensen die alle regels aan hun laars lappen. Hoe willen wij nou Suriname gezond maken? In deze aflevering van het COVID-19-journaal delen verpleegkundigen hun werk en leerervaring met deze compleet nieuwe ziekte. Het COVID-19-journaal was weer eens op pad met de 178-transportdienst van het BOG. Ook diëtiste Wandi Somodiharjo geeft in deze aflevering het belang aan van gezonde vochtinname. Dit is aflevering 140 van het COVID-19-journaal. Welkom. Het afgelopen weekend was het team van het COVID-19-journaal wederom op pad met de transportdienst van 178-lijn van het BOG. Mitchell Matroos geeft aan wat de transportdienst inhoudt. De transportdienst is, ze werken samen, 178 en de transportdienst. Dus je kan zeggen het is ongeveer één hoor, maar alleen is die ene theorie en die andere is praktijk. De artsen van 178 zijn in nauw contact met de transportdienst via een WhatsApp groep. En op het moment een patiënt wordt opgehaald, dus die in de ambulance of in de bus stapt, worden de vitale functies opgestuurd in de groep. En er zijn 24/7 artsen op de achterwacht die dan reageren en aangeven wat er verder met zo'n patiënt moet gebeuren. Of hij zuurstof moet krijgen, waar hij naartoe moet. Dat gebeurt ter plekke zodra iemand instapt. In de maand maart wordt het precies een jaar dat voor het eerst het virus Suriname bezocht. En vanaf toen is de 178 transportdienst actief. Tot in de late avonduren worden mensen die zich hebben laten testen en positief getest zijn opgehaald door deze dienst van het BOG. De patiënten worden dan naar de verschillende instellingen gebracht zoals het Wanica ziekenhuis, het RKZ, KKF terrein en Residence Inn. Quincy Welzijn geeft aan wat de procedure is wanneer een patiënt wordt opgehaald. Dus als we op een adres komen, dan stappen we uit, we praten met de patiënt, zorgen ervoor dat de patiënt gewillig is om mee te komen. En dan halen we de verpleegkundigen erbij. Zij begeleiden dan naar de bus. En zij gaan dan de vitale functies van de patiënt gaan ze opnemen. Dus temperatuur, saturatie, noem maar op. En dat gaan ze dan door appen in de appgroep. En de verantwoordelijke arts gaat dan reageren om te bepalen wat er precies met zo'n patiënt moet gebeuren. Als we moeten kijken naar de mensen die we moeten ophalen, dan is het in mijn ogen, ik ben voorzichtig, is het in mijn ogen een kleine daling. Een kleine daling, het wordt minder. Dus laten we hopen dat als het ligt aan de gehoorzaamheid van de Surinamers, dat ze het zo houden. We zijn nu op een locatie waar we vernomen hebben dat de Cubaanse artsen en verpleegkundigen verblijven. We waren eergisteren hier en nu zijn we helaas vanavond weer hier om weer twee op te halen. Voor vanavond hebben we al vier mensen opgehaald, waarbij we één erbij hebben gehad die van KKF naar Residence Inn moet. En één van ze helaas die we hebben opgehaald moest CITO afgevoerd worden naar het RKZ vanwege een hoge tensie, een hoge bloeddruk. Gezonde voeding en gezonde drank zijn tijdens de pandemie van essentieel belang. Wilt u een goede weerstand hebben? In de vorige aflevering had diëtiste Wandi Somodiharjo het over gezonde voeding. In deze editie geeft ze het belang aan van een gezonde vochtinname. Wat ook belangrijk is, is onze vochtinname.
Een heleboel mensen drinken gewoon te weinig. Zeker in de regenachtige periode, dan krijg je niet makkelijk dorst omdat het koud is, het is fris en dan denk je van ja goed. En meestal als je voelt dat je dorst hebt, je voelt je tong wordt droog, je keel wordt droog, je lippen worden droog, dan zijn we te laat. Dan, nu hoe we zo praten, dan merk ik op van hé, ik moet iets drinken. En dan vaak is dat te laat, want je lichaam heeft eigenlijk al die tijd al vocht nodig. En waarom zeg ik vocht is belangrijk? Ik weet niet als u dat gemerkt hebt, maar als je een hele poos niet voldoende drinkt, dan krijg je dus ook nog last van hoofdpijn. Sommige mensen geven ook aan van dat hun huid droog is. Ik zei al, de lippen worden droog en later ook hun haar. Weet u, het heeft invloed op je algehele toestand. Hoeveel moet je dan drinken? Begin met 1,5 liter of 1500 milliliter per dag. Wat moet je drinken? Probeer geen zoete dranken te drinken. Moeilijk, veel mensen, want de Lopsoft of Stroop of Douwet of noem maar op. Allemaal lekkere dingen. Nogmaals, wees mindful, wees bewust dat je niet te veel zoet naar binnen haalt, want dat neemt natuurlijk ook weer diezelfde vorm aan. Als je zoet naar binnen haalt en je het niet verbruikt, gaat je lichaam het weer omzetten in vet en dan kom je in gewicht aan. Dus wat dan wel? Water. Als mensen water niet aangenaam vinden, doe daar wat lemmetjesap in of maak dan bijvoorbeeld een groene thee. Sommige mensen hebben marfa op hun erf of citroengras. Een stukje gember maakt al dat het wat meer smaak geeft dan gewoon water, toch? Dus wees creatief. Wees creatief. En als u dat niet hebt, vraag in uw omgeving van, heb je marfa in huis? Want je hoeft niet alles te kopen. Sommige mensen hebben het gewoon, ze kijken er niet eens naar. Vraag een paar takjes. En marfa is echt heel makkelijk om te planten. Als je een stek hebt, zet je het zo in een potje en het groeit. Prap, dan hebt u uw eigen marfa. Citroengras idem, heel makkelijk te groeien. Gember kunt u bewaren in de vriezer en makkelijk wat schijfjes zetten. Tegenwoordig zie je ook dat mensen dan een soort van detox water maken. Dat is ook een hype. Je ziet overal mensen detox water promoten. Maar detox water is niets anders dan water met een heleboel stoffen die dus in gember zitten, bijvoorbeeld komkommer en andere kruiden, om ervoor te zorgen dat eigenlijk je algeheel systeem, met name je darmen, dat die schoongemaakt worden. En als je darmen schoon zijn, dan kan je lichaam ook alles, goede voedingsstoffen die je nuttig, goed opnemen en daar ook gebruiken tot opbouw. Dus dat is wat betreft vocht. Als je voldoende vocht gebruikt, zul je ook merken dat je ook minder behoefte hebt om tussendoor te eten. Want dat is ook zo. Vaak zeggen mensen, ja, maar dan lust ik iets. Maar lusten is niet per se dat je iets moet eten. Probeert u dan om die lust eerst op te vangen met iets te drinken. Toch? Drink dan bijvoorbeeld een kopje thee of een glas water of een glas infused water, zei ik net, met een scheefje citroen, lemmetje of lemmetjesap of gember. En kijk even als je dan echt nog de behoefte hebt om iets te eten. Oké, en dat is wat betreft voeding. Het zijn enkele tips. Mocht u nog vragen hebben, dan kunnen mensen mij altijd contacten. Maar u kunt ook mijn andere collega's contacten, die zitten in de andere instellingen. En dan zeker de andere kant van de balans is bewegen. In het COVID-19-journaal delen verpleegkundigen uit diverse instellingen hun werk- en leerervaring met deze compleet nieuwe ziekte. De angst aan het begin van de pandemie, de motivatie om zorg te blijven bieden, de samenwerking tussen ziekenhuizen onderling, als ook de voorzorg en beschermende maatregelen en regelmatige sessies met de huispsycholoog. Ook in het diaconessenhuis zegt de verpleegkundige leiding dat de COVID-19-patiëntenzorg zowel lichamelijk als geestelijk heel zwaar is. Wij hebben al ten tijde toen corona in het buitenland bekend was,
hebben wij onze mensen geïnformeerd, maar dan ging het eigenlijk meer om de normale preventiemaatregelen. En toen uiteindelijk het eerste coronageval in Suriname zich aandiende, hebben we ook voorzorgsmaatregelen voor ons ziekenhuis, voor ons personeel te beschermen. En we zijn continu bezig geweest ons personeel te informeren over hoe ermee om te gaan. En we hebben ook ondersteund in een ander ziekenhuis met ons personeel. Wij waren als eerste niet echt een COVID-ziekenhuis. We hebben wel verpleegkundigen afgestaan aan een ander ziekenhuis. Om dus daar de coronazorg te kunnen bieden. Of tenminste zorg te kunnen bieden aan coronapatiënten. In het begin hebben we inderdaad sessies gehad met onze psycholoog. Om te informeren over hoe kun je ermee omgaan, het beste ermee omgaan. Wat er dus nu veelvuldig gebeurt, is dat we met elkaar praten. De verplegenden zoeken elkaar op, het management gaat vaker bij ze langs. De infectioloog heeft gesprekken met ze. Dus het is meer een soort praatgroepjes met elkaar. Maar in het begin hebben ze wel informatie gehad van de psycholoog hoe ermee om te gaan, hoe om te gaan met de angst uiteindelijk. Wat de patiënten betreft, er zijn verschillende categorie patiënten en we doen ons best om het toch goed te doen. Er is een goede samenwerking met de artsen en onderling doen we ons best om het beter te maken. Lichamelijk en geestelijk is het wel zwaar. Er zijn heel wat vragen die gesteld worden van ben je niet bang voor COVID? Kan je niet besmet raken? Het hangt ervan af hoe jij ermee omgaat. Ik vind besmetting van COVID is iets persoonlijks. Hoe ga je ermee om? Als je weet van een patiënt is positief, er zijn voorzorgmaatregelen, dan moet je je daaraan houden. Maar als je denkt van ach, het is maar een griepje, dan ben je wel bewust van om besmet te raken. En als je echt netjes omgaat, de voorzorgmaatregelen, je houdt je eraan, dan kan je, ik zeg niet zeggen, het kan niet dat je besmet raakt, maar de kans is klein. En je hebt je familie, vrienden, iedereen denkt van ja, COVID, je werkt daar. In eerste instantie is men een beetje bang voor je, van ja, je werkt daar als je thuis aankomt, gelijk baden en al die dingen. Maar je moet je mensen dan goed voorbereiden. De voorbereiding naar vrienden, familie, dat moet goed zijn. Dat maakt dat het ook een stukje minder zwaar wordt voor hun. Over de impact van de tweede golf is de verpleegkundig directeur van het diakonhuis kort. Er is een speciale COVID-afdeling ingericht, waar de voorbije 2 maanden tot nog toe 93 patiëntjes zijn behandeld. In zekere mate behoorlijk, omdat natuurlijk met de toename van COVID-gevallen in geheel Suriname, hebben ook wij als het diakonessenhuis een accommodatie in place gebracht om deze patiënten te kunnen opvangen. Dat is in augustus, bij de eerste golf al. Hebben we een afdeling in gereedheid gebracht om patiënten op te vangen. En natuurlijk moesten wij verpleegkundigen inzetten om deze patiënten dus de juiste zorg te bieden. Dus die heeft inderdaad impact gehad op ons verpleegkundig gebeuren in het ziekenhuis, zowel in de eerste als in de tweede golf. Wat de afdeling betreft, we doen ons best. Het lukt niet elke keer, maar je blijft je best doen, je blijft trekken aan je personeel, je blijft motiveren. En de zorg moet geboden worden. Dus we blijven ons best doen. Wij van het diakonessenhuis, we blijven praten. We geven dat wat we moeten geven, geven we aan onze patiënten. Niet alleen de patiënten hebben het nodig, onze collega's ook. En soms denken we van de COVID-afdeling is zwaar, maar de overige afdelingen hebben het ook zwaar. Ze hebben het echt best zwaar. Dus we moeten blijven motiveren, blijven praten, zodat het beter gaat. En dat het Surinaamse volk dan gaat luisteren. Want degenen die gaan feesten, ze denken van het is maar een griepje. Het is niet maar een griepje. Het doet veel meer dan dat wat een normale griep zou doen. En het raakt families, het raakt vrienden. Dus we moeten echt een beetje bewuster worden van wat wij eigenlijk willen in Suriname. Een gezond Suriname of we blijven dan met COVID zitten. Nou, in het begin hebben we echt wel verplegenden gehad die best wel angstig waren. Het was inderdaad nieuw. En natuurlijk hoorde je allerlei verhalen. En men moest wennen aan het aandoen van het PPE natuurlijk. Hoe ga je om met je eigen bescherming? Dus men was in het begin heel erg angstig. Best wel emotioneel. Maar naarmate de tijd naderde, vorderde, raakte men er eigenlijk een beetje
gewend aan. In principe raak je niet gewend, nooit gewend aan ziekte en zeker niet op deze manier. Maar men kon zich een beetje beter terugvinden in de manier van verzorgen. En wat er gedaan is, is dat ze elkaar bleven motiveren. Degene die dus minder angstig waren of helemaal niet angstig waren, die motiveerden de anderen steeds. En we hebben de mensen elke keer weer gezegd van, het is zorg die geboden moet worden aan patiënten die hulp nodig hebben. En daar sta je als verplegende uiteindelijk voor. Dus ze hebben elkaar gemotiveerd onderling en elkaar aangemoedigd om je zorg te kunnen bieden. En waar er angst was, die angst geprobeerd weg te praten met elkaar natuurlijk. Dus op die manier is het opgevangen geworden, waar op een gegeven moment de verplegenden best wel gemotiveerd zijn geworden om die zorg te bieden. Ook in het diaconessenhuis vergt het veel creativiteit om met voldoende personeel de zaak draaiende te houden. Ook met de uitwisseling van krachten met andere zorginstellingen wordt de opvang van COVID-19 patiënten redelijk op peil gehouden. We hebben inderdaad een tekort aan verplegend personeel. Dat was er eigenlijk al voor de coronacrisis, hadden we al een tekort. Dus eigenlijk is dit voor ons een crisis op een crisis. Hoe we ermee omgaan nu om de zorg toch te kunnen bieden? Onze verplegenden worden ook part-time ingezet. Dus in hun vrije dagen, in hun reguliere vrije dagen, doen ze ook nog wel een paar diensten om de zaak te kunnen het tekort te kunnen opvangen. Maar ook hebben wij vanuit andere instellingen ondersteuning ontvangen. We hebben verpleegkundigen vanuit het 's Lands Hospitaal hier gehad. Vanuit de regionale gezondheid. Op dit moment zijn ze nog steeds in huis om ons te ondersteunen. En ook van het Marwina ziekenhuis hebben zich verplegenden hier aangemeld om die zorg te helpen bieden. Want met het korps dat wij hebben, zouden wij niet de reguliere zorg en de COVID-zorg kunnen bieden. Dus we zijn heel erg blij met de ondersteuning vanuit de andere organisaties. Wij hebben in totaal voor de COVID-confirmed afdeling hebben er 22 bedden. Maar we hebben ook bedden voor de suspecte patiënten. Dat zijn patiënten die dus komen die verschijnselen hebben van, maar nog niet echt positief bevonden zijn. Daar hebben we ook een x-aantal bedden, daar hebben we 16 bedden voor. Dus in principe kunnen we 22 COVID-patiënten op positieve opvangen, maar ook suspecte patiënten vangen we daar op. Zo gauw de vaccins in ons land arriveren, zullen gezondheidswerkers als eerste worden ingeënt. In het diaconessenhuis zijn ze er helemaal klaar voor. Het vaccinatiegebeuren is echt voor de deur, als we zo horen wat de overheid ons aangeeft. Wat wij gedaan hebben in het ziekenhuis is alvast onze verplegenden informeren over wat er allemaal zal komen. Omdat de negatieve berichten helaas veel meer zijn dan de positieve berichten. Dus we moeten ook bij onze verplegers, bij onze zorgverleners kijken naar hoe werk je de angst uiteindelijk weg. Er komt, begrijp ik, op nationaal niveau nog een voorlichtingscampagne. Maar wij zijn al in huis. De infectioloog en de ziekenhuishygiëne zijn al begonnen om sessies te houden met onze verpleegkundigen. Te informeren over wat houdt het vaccineren in. Om een beetje die angst weg te halen en de drempel te verlagen naar het vaccinatiegebeuren toe. Wat zegt de verpleegkundig directeur van het diaconessenhuis op de fabels die worden verteld over de COVID-19 vaccinatie? Omtrent het vaccineren, dat we er inderdaad positief tegenover moeten staan. Het is voor ons nog onbekend in Suriname, we hebben er heel veel van gehoord. We weten dat vaccinatie een oud begrip is in onze gezondheidszorg. We kennen vaccinatie tegen difterie, kinkhoest, tetanus, polio. Daar zijn we mee bekend. Dit is inderdaad een nieuw gebeuren natuurlijk en er is veel angst. Maar het is goed als we ons laten informeren door de juiste bronnen. En dan op een gedegen besluit maken over hoe wij hiermee om zullen gaan. Maar zeker is vaccinatie een belangrijk aspect. Als het wereldwijd gedaan wordt, dan moeten we ons heel goed laten informeren. En er niet negatief tegenover staan. Want uiteindelijk willen we wel overgaan tot een andere situatie. En dat, als dat het beste kan met het vaccineren, dan moeten we ons inderdaad ook daaraan conformeren. En ons goed laten informeren en zeker positief blijven. Het is niet de bedoeling dat we alleen negatieve boodschappen de ether ingooien, omdat je de mensen dan alleen maar angstig maakt. En daar bereiken we eigenlijk helemaal niets mee. Ik heb een oproep naar het Surinaamse volk. En wanneer ik zeg het Surinaamse volk, dan is het iedereen. Men hoeft niet te denken van dat we het apart gaan houden. Het is iedereen. Wij die in de zorg zitten, het is vreselijk, vreselijk zwaar voor ons. We hebben ook familie,
we hebben ook vrienden, we hebben iedereen om ons heen. En het is vreselijk zwaar wanneer de ene denkt van ik ga lekker op straat, ik ga lekker chillen. En als ik ziek word, word ik toch opgenomen in het ziekenhuis. Maar het ziekenhuiswerk is zwaar. Het is niet alleen van een tabletje geven, een thermometer plaatsen. Het is meer dan dat. Het is lichamelijk, zowel geestelijk, dat je bezig bent met een patiënt. Dus mijn oproep naar het Surinaamse volk. Als het niet nodig is dat je de straat op gaat, blijf thuis. Als het niet nodig is dat je naar een feest moet gaan of een rouwvisite, je kan ook video callen. Daarom zijn we tot zover gemoderniseerd. Video call doet ook heel veel. Er zijn online shops die je kan gebruiken. Maak gebruik van alle mogelijkheden dat er zijn nu. En denk even aan ons als hulpverleners, dat we ook een gezin hebben. De impact dat het op onze familie heeft is heel groot. Dus mijn verzoek naar het Surinaamse volk, als het niet nodig is, blijf thuis en hou je aan de voorzorgmaatregelen. Wij zijn gekomen aan het einde van dit COVID-19 journaal. Wij wensen u een genoeglijke avond verder en het is nooit te veel om u erop te attenderen dat u zich nog steeds houdt aan de maatregelen. Mohana, let goed op uzelf en uw medemens. Tot morgen.